Daily Minutes nummer 1554 met een uitzending van vandaag 21 februari 2019. Dat is het bulletin van donderdag. Vandaag is de data in de vorm van 4 SSTV-beelden in PD90 die zaterdag ook in de Slowscan Radio-uitzending zitten. Over Slowscan Radio heb ik ook nog een nieuwtje. Hoogstwaarschijnlijk zal deze uitzending ook een aantal weken in DRM worden uitgezonden vanuit de VS op een frequentie van rond de 13 MHz. Zendvermogen is waarschijnlijk 120 kW. Die uitzending is waarschijnlijk niet hier te ontvangen, maar wel via web-SDR's van de site sdr.hu. Hiervoor kun je software installeren, de software heet Dream. En daarmee kun je eventueel ook de DRM-signalen decoderen. Ik kom daar ongetwijfeld nog op terug. Dit is deel 3 van de serie over de complicaties van een dubbele nationaliteit. Dat is tevens het laatste deel. Sommige politici vroegen zich hardop af of we niet sowieso een einde moesten maken aan de mogelijkheid om een dubbele nationaliteit te hebben. Helaas is dat niet mogelijk. In het internationale verkeer zijn er een aantal situaties denkbaar waarbij iemand een tweede nationaliteit verwerft. Hoe dit gaat verschilt per land, maar je kunt, zoals ik hierboven al heb beschreven in een voorbeeld, een nieuwe nationaliteit bijvoorbeeld verkrijgen door naturalisatie, door afstemming van iemand met een bepaalde nationaliteit, door huwelijk met iemand van een bepaalde nationaliteit of door in een bepaald land geboren te zijn, ongeacht je afkomst of de nationaliteit van je ouders. Wanneer je een nieuwe nationaliteit verwerft, vervalt lang niet altijd de oude nationaliteit en soms, zoals in het geval van bijvoorbeeld Argentinië en Marokko, kan de nationaliteit van iemand zelfs niet op verzoek van die persoon teniet worden gedaan. Daarnaast was het tussen 1 januari 1992 en 1 oktober 1997 in Nederland mogelijk om bij naturalisatie tot het Nederlanderschap je oorspronkelijke nationaliteit te behouden, waar ook op grote schaal gebruik van is gemaakt. Ja, pikant detail is verder dat België, waar een dubbele nationaliteit voor de meeste burgers in 2007, behalve volgens internationaal recht niet mogelijk is, juist wordt nagedacht om dit dubbele burgerschap voor Belgen mogelijk te maken. Hierbij wordt dan vooral gedacht, en dat is nog steeds in 2007, aan de kinderen van Belgische emigranten die bijvoorbeeld in de VS zijn gaan wonen. Door die kinderen de Belgische nationaliteit te laten behouden, zouden zij hun band met het moederland niet verliezen. Van het terugdraaien van de dubbele nationaliteit zal in Nederland niet zo snel sprake zijn, omdat dit, zoals eerder al omschreven, door internationale regels en afspraken sterk wordt bemoeilijkt. Bovendien moet je tegenwoordig bij het tot Nederlander naturaliseren toch al je oude nationaliteit, indien mogelijk, opgeven. De discussie hierover werd dan ook vooral gevoerd voor de bühne en in het licht van de bijvoorbeeld toen aanstaande verkiezingen van dat moment, en dat is nu opnieuw het geval. Om op de risico's van de mini-staatjes terug te komen, ik ben geen jurist, maar ik heb wel een klein beetje van de juridische pap gegeten. In 2007 dacht ik dat je met de nationaliteit van Hood River, van Seborga of van Sierland naast je Nederlanderschap niet heel veel kans zou lopen op problemen. Niettemin zou ik het de mensen toch afraden om het te doen. Je zou maar tegen een overijverige diender aanlopen of een al te precieze IND of marechaussee-ambtenaar. Op zijn minst kom je in zo'n geval te zitten met een flinke kostenpost aan juridische procedures. En je weet natuurlijk nooit wat er in de toekomst op dit gebied allemaal nog voor bizarre regels aankomen. Allemaal moeilijkheden die je voor zoiets niet serieus als een kleine landjespaspoort vermoedelijk niet over zult hebben. In 2009 speelde overigens de zaak van de apenonderzoeker Mark van Roosmalen. Dat stelde de conclusie dat zo'n tweede mini-staatjes nationaliteit geen kwaad kan, in elk geval in een ander daglicht. Toen die namelijk door de Braziliaanse overheid voor biopiraterij werd opgepakt, wilde de Nederlandse overheid zich voor hem in het geheel niet inzetten, hoewel hij zijn Nederlanderschap dus nooit had opgegeven. Hij had een aantal jaren daarvoor de Braziliaanse nationaliteit aangenomen, omdat dat, zoals hij zei, bij zijn acties wel eens handig kon zijn. Hij zou er bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk kunnen worden uitgewezen als Braziliaan. Het tweede paspoort op die manier heeft in het verleden gewoonlijk meestal niet zoveel consequenties gehad, maar in het geval van Roosmalen wilde de overheid zich er kennelijk de handen niet aan branden en werd een stokoude wet uit 1903 uit de kast getrokken waarin staat dat als je vrijwillig een andere nationaliteit aangaat, je Nederlanderschap daarbij automatisch opzegt. Hoe anders dan bijvoorbeeld de Marokkaanse overheid met dit soort dingen omgaat. Rondvermelding en verantwoording. Ik heb voor deze tekst met onder andere gesproken met enkele ambassades, met het ministerie van Buitenlandse Zaken, verschillende advocaten, met het IND en met het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Thank you.
Microfoon naar retour.